Oké, nou. Oké. Ben jij ook nog niet vast? Nou, volgens mij ga ik het wel redden. Jullie kunnen mij toch prima verstaan, allemaal of niet? Dan doe ik het gewoon lekker zo, want ik ben toch de hele tijd ding aan het aanraken en dat is alleen nog vervelend dat je dan zo er tussendoor zit. Goed, welkom allemaal. Hierna wordt er een documentaire van mij vertoond. En ik moet even opletten dat ik niet de dingen ga vertellen die in de documentaire besproken worden. Dat zou een beetje dubbel zijn, maar ik zal ongetwijfeld wat dingen dubbel vermelden. Stefan heeft een mooie documentaire gemaakt, een jaartje geleden denk ik dat het was, als afstudeerproject voor de Popacademie in Leeuwarden. En die krijgen jullie zometeen te zien. Het is eigenlijk de eerste documentaire over mij die gelukt is. Er zijn iets van 3 of 4 mensen mee bezig geweest. En het was elke keer een, ik weet niet waarom, maar een documentaire maken is volgens mij echt een heel erg lastig vak. Omdat je keuzes moet maken, wat ga je wel vertellen, wat ga je niet vertellen. En ik vind dit een heel goed gelukt resultaat waar ik heel blij mee ben. Uiteindelijk is er iets zeg maar, vastgelegd van wat ik als artiest, ondernemer doe en waarom. En dat zullen jullie zo meteen zien. Dus ik wil me vandaag vooral beperken op wat doen die instrumenten nou eigenlijk? Want dat zit volgens mij niet zo erg in de documentaire, als ik me goed herinner. Dus ik ga één voor één ga ik jullie die instrumenten uitleggen. Waarom ik daartoe gekomen ben. Dat is vaak de eerste vraag die je krijgt als mensen een interview afnemen. Van waarom maak je eigenlijk instrumenten? Want er zijn de gitaar en de piano en de viool en tegenwoordig de computer die een heel mooi bereik hebben. De reden is dat er... ik kom uit de noise, punk, avant-garde muziek. Daar ligt mijn fascinatie. Dat is muziek die zich niet bezighoudt met de conventies die gelden in de blues of in de jazz of in andere traditionele muziek. En ik heb dus ook geen les genomen toen ik ging spelen, want ik wilde gewoon nieuwe dingen proberen. En in plaats van mijn favoriete rockster nadoen, dat is niet helemaal waar, want ik ben 10 jaar een copycat van Sonic Youth geweest. Maar je probeert in ieder geval wat in je naïviteit. Zoals gezegd, de grootste inspiratiebron was Sonic Youth en het blijft er eigenlijk nog altijd wel. De reden is dat zij gitaren ging ombouwen om daarmee een nieuw instrument te kunnen bereiken. Dus ze zetten extra snaren erop of ze zetten snaren in unisono, waardoor ze mooi gaan zweven. Dat is zo kenmerkend aan hun werk. Wat ze ook deden is, ze staken drumstokken ertussen. En dat lijkt een soort van een radicaal punk statement, maar dat heeft eigenlijk zijn roots vooral in de moderne klassiek hoek vanuit John Cage die dat met piano's deed. Je kan zeg maar, het geluid van een snaarinstrument goed veranderen door de snaren te bewerken met allerlei dingetjes. Dus de dingen er doorheen te weven als er een aantal snaren zijn. Een pen en veer werken bijvoorbeeld heel mooi en er zijn allerlei trucs voor. Daar was Sonic Youth in het beginjaar mee bezig en daar ben ik ook een jaartje of 10 mee bezig geweest op gitaar. Dat werkt in de studio prachtig, maar als je dat live moet doen is dat een crime, want altijd vallen die schroevendraaiers eruit als je staat te spelen. Dus het moet plat op de tafel en dan is het in presentatievorm niet zo aantrekkelijk. En je vergeet vaak waar die stok zat, dus dan klinkt die net, en als die net iets anders zit dan is het een totaal ander geluid. Ik heb over dat onderwerp een boek geschreven. Samen met een Amerikaan. En dat behandelt in 50 voorbeelden wat je allemaal kan doen op gitaar of op snaarinstrumenten. Dat kan klinken van een banjo tot aan een Chinese gong en houtblokjes, alles daartussenin. Die klanken kan je allemaal nabootsen. Dat staat allemaal geschreven in het boekje. En ik zal jullie een klein voorbeeldje geven, maar dan moet ik even een nadenken hoor. Ik heb mijn portemonnee per ongeluk in de grote zaal laten liggen. Is er iemand met een... is er iemand met een 2-euro munt? Die wil ik graag hebben. Ja. Gaan we even kijken of we wat kunnen krijgen. Heb je er een? Of een haarklip, die is ook heel mooi. Ik denk dat het heel mooi is. Goed. Even een simpel voorbeeldje, ik hoop dat het werkt, maar even kijken. Want dat was... Oh, die staat uit, ja. Kijk. Een normaal instrument is... Ja, dat
zijn gewone snaartrillingen, dat ken je wel van een gitaar of iets dergelijks. En als je er nu bijvoorbeeld een muntje tussen weeft, dan hoop ik dat die niks raakt. Ja, dan moet ik eigenlijk nog even een putje melden, maar dan kan ik die doen. Kijk nou, echt je. Dan hoor je dat het. Als je dat wat harder zet. Dat soort klanken krijgen. We hebben hele eenvoudige dingetjes die je kan vinden in je keuken. Goed, ik vertel eens, ik heb er last van als ik dat live moest doen, want je ziet het al, ik ben er even mee bezig voordat je wat hebt. Dus dat werkt niet zo lekker tussen liedjes door. Dus ik besloot zelf om mijn gitaar met rust te gaan laten en te focussen op dit instrument. En dit is mijn hoofdinstrument. Er is een gitaarvariant van, dus een draagbare versie. En dit is de tafelversie. Daar heb ik een jaartje of 10 over gedaan. Ik begon heel onhandig, ik kon eigenlijk niks. En op een gegeven moment werd het heel fraai, met helemaal gepolijst en blauw gelakt. En toen ben ik een stap terug gegaan en toen ben ik gewoon naar vuurhout gegaan in het IKEA-formaat. Dus het ziet er allemaal uit, maar het is 10 jaar aan design wat je hier ziet liggen. En alles wat er mooi uitziet, dat heb ik opzij geduwd. Want ik heb geen zin om 3 maanden aan iets te werken en ik vind het leuk om het in een halve dag te doen. In ieder geval, dit instrument in zijn eenvoud, wat het is het werkt op wiskundige verhoudingen. Dus die stok die eronder zit, die zorgt voor een klankverandering, vergelijkbaar met wat je net hoorde. Die klankveranderingen die zijn vooral mooi op een half of op een derde van de snaarlengte, of een kwart. En dat gaat dus op breukverhoudingen. En dan krijg je een vreemd motief in de lijnen, die als een... een vlindermotief, dus links en rechts is hetzelfde, want een derde zit hier, een tweede derde zit hier, en een kwart hier, een driekwart. Dus je ziet een soort motiefje dat gespiegeld is. En ik heb me daar een jaartje of... ik heb natuurkunde achtergrond, dus ik wist er wel een beetje hoe dit zat. Maar ik heb er wel 15 jaar over gedaan om te ontdekken van wat is nou... waarom zit dit niet zo op een gitaar? Want een gitaar heeft grote fretjes hier en die worden steeds smaller. En dat noem je een logaritme, dus die neemt geleidelijk af in lengte, onderling. En hier zijn de dingen soms heel groot en soms heel klein, maar vrij willekeurig. En toen dacht ik op een dag van, er is die gitaar uit Turkije, dat is een sas. Dat heeft een driesnarig instrument, er zit een 6 op, maar 3 keer 2, zeg maar. Die zijn allemaal hetzelfde gestemd. En die heeft ook diezelfde rare willekeurige fretposities. Dus ik had zoiets van, misschien heeft dat een overlap met wat ik aan het doen ben. En maar ik kwam er niet helemaal uit, want er zaten nogal veel streepjes op. En toen ben ik verder gaan kijken op internet, in instrumenten in Perzië en in Indonesië. En toen stuitte ik op een instrument uit China. En dat is de Chi Ching of iets dergelijks. Ik kan het nooit helemaal goed uitspreken. En de Chinees heeft het wel eens voorgedaan, maar dat lukt nog steeds niet in 5 minuten ongeveer. Die tongval is gek. In ieder geval, dat was het favoriete instrument van Confucius. En die leefde zo'n 2000 voor Christus, als ik het goed heb. Dat instrument is een exact, of tenminste, dit is een exacte kopie van dat instrument. Dus ik was 4000 jaar te laat met mijn ontdekking. Dus soms ben ik wat langzaam. Wat het gekke is dat dit kwam, ik kom uit de noise en de dissonante muziek. En als je naar Chinese muziek luistert, vooral wat je in de restaurants hoort, dat is toch een soort van... easy listening, wat heel, heel fijn klinkt en meditatief. En wat eigenlijk dus heel gek is, want het is dus volkomen harmonische muziek. En ik kom juist uit de noise. En het is een soort paradox waarbij die twee werelden dus aan de achterkant bij elkaar komen. En dat kan je horen in de werken van Branca en Sonic Youth, waarbij je dus heel veel herrie hoort. Maar in die herrie hoor je een soort van verstilde trance. Althans, zo waarneem ik dat. En dat verklaart
dat komt door dit systeem dat hierop zit, zeg maar. Dus dat is een gekke paradox in klank. Die paradox die ligt gelinkt aan heel veel verschijnselen in de natuur. Je kan een snaar zeg maar voorstellen als een lijn, als je aan wiskunde denkt, dus een x-as. En als je een x-as en een y-as hebt, dan heb je een veld. En ik zei net al dat het een spiegelmotief heeft. En als je het spiegelmotief in de tweede dimensie trekt, dus in het veld trekt, dan krijg je bloemmotieven. Dus zeg maar, je hebt hier een rondje en heb je hier ook een rondje. En hier heb je een rondje, dus dan heb je zeg maar, een vierkante bloem of een zeshoekige bloem. En er zijn bekende proeven met zwarte platen waaronder een speaker zit. En die speaker daar zetten ze een hele harde toon op. En dan vervolgens gooien ze zoutkorrels op die plaat. En dan zie je allerlei bloemmotieven op die plaat ontstaan. En als je resonantie intypt op YouTube, dan is dat een van de eerste hits. Dat verschijnsel dat is ontdekt door de meneer Hans Jenny. Die heeft er het boek over geschreven, of gepubliceerd. De man leefde van ongeveer 1900 tot 1970, of 72. Hij heeft de term symmetrics daarvoor bedacht en dat zijn in feite al deze, dit is licht, maar hij heeft dus ook heel veel proeven gedaan met zand en met zoutkorrels, water. Het staat helemaal vol met dit soort motieven en die motieven liggen allemaal gelinkt aan dit eenvoudige systeem van die breukverhoudingen. Dat is een concept wat in heel veel religies ook voorkomt. Je ziet al dat het op een mandala lijkt, wat je in de boeddhistische culturen aantreft. En mijn conclusie daaruit is dat zeg maar, in heel veel godsdienst een soort proto-wetenschap verankerd ligt, waarin ze dingen proberen te verklaren, maar dat vervolgens spiritueel buitenaards extra kracht gaven. In mijn beleving is het gewoon natuur. Maar goed, er zit heel veel kruisverstuiving in proto-wetenschap, het onderzoek van Pythagoras en Confucius en muziek dus. Dat is een onderwerp waar je nogal in kan verliezen en vooral omdat het is een heel moeilijk te begrijpen iets van wanneer is het nog wetenschap en wanneer ben je dingen aan het verzinnen. Daarom is het ook zo'n hellend vlak bij godsdienst in mijn beleving. Even denken hoor. Wat wou ik nog zeggen? Oh ja, ik was nog eentje vergeten. Ik had het net over dat tweede vlak met die bloemmotieven. Dat kan je nog een stap verder trekken naar de derde dimensie. En dat zijn wij. Dus heb je een X, Y, Z systeem. Dus je hebt zo'n lijn omhoog en eentje in de diepte. Dus dan heb je een ruimte. En als je je dan voorstelt dat er zeg maar één stam is. Dus dat is bijvoorbeeld de helft op de snaar. En die stam die vertakt zich. Dat zijn bijvoorbeeld de derdes of de kwarten. En dat vertakt zich nog een keer. Dan krijg je een broccoli. En dus de broccoli is zeg maar de derde dimensie van een harmonisch systeem. En dat zie je ook in bijvoorbeeld als je luchtfoto's ziet van rivierbeddingen. Dat zijn Lichtenberg-figuren die lijken weer op de bliksemschichten. En in feite is een bliksemschicht ook een boom zonder blaadjes, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die terugkomen in die symmetrics wereld. En dat zit ook allemaal in dit boek. Ga maar op internet kijken, kan je al leuke filmpjes zien die daar inspringen. Goed, daar was ik zelf 3 jaar kwijt mee om dat allemaal te ontdekken en ik verloor zeg maar, mijn focus op instrumenten te bouwen, vandaar dat ik even deze uitweiding doe. En ik was blij dat ik op een gegeven moment dat een beetje los kon laten en weer terug kon naar waar ik naar mijn mening beter in ben. Dit is wetenschap en ik ben meer een artiest, dus ik onderzoek al dingetjes, maar mijn conclusie is een instrument in plaats van een verslag of een boek. En een van de dingen die ik, een van de grote stappen die ik daarin maakte, was dat ik de snaren verliet. Want ik had het boek geschreven, ik had het instrument gemaakt en al een aantal varianten. En ik had het gevoel, nou dat is ongeveer klaar. Af en toe is er nog wel iemand die wat bedenkt, maar het meeste wat ik kan bedenken althans is voor mij gedaan. Dus ik besloot om op percussie over te gaan. En ik stuitte op een Belgische kunstenaar, George Smits, die helaas, ik denk een jaar of 40, 50 is geworden, is een jaartje of 10 geleden overleden. En die man die had ontdekt dat je met grote blokken piepschuim heel mooi kan werken als klank, om klank te vangen, metaal, vooral in metaal. Het probleem bij metaal zeg maar, is als je dat op de grond, dan klinkt het niet, maar als je het in de lucht doet, dan gaat hij door. Ja? En als je hem in piepschuim steekt,
dat is zeg maar voor de 95% lucht en er zit een klein beetje plastic in, dan blijft die klank ook klinken en dat werkt ook met dit schuim. Dus een hele eenvoudige oplossing is om dat gewoon op schuim te leggen en je hebt een klokspel wat niet zo lullig do re mi klinkt als een kinderdingetje, maar gewoon wat exotischer van klank is. En dat kan je al versterken. Het is een heel simpel dingetje, maar ja, heel efficiënt voor als je andere klanken wil dan het standaard repertoire. En, dit zijn klanken die vaak wat complexer zijn, die je niet zo eenvoudig met een computer kunt nabootsen. Dus Brian Eno is er wel redelijk goed in om dat soort dingen te benaderen, maar het vergt flink wat studie op de DX7 of waar die op werkt. Even kijken, want ik had een lijstje, dus als ik niet de zaak door elkaar gooi. Ja, die werkt. Okay. Ja, recent was ik in Birmingham en dat heb ik niet zelf ontdekt, maar ik heb hem wel gewoon gestolen. Dat kwam wel goed, dus dat doe ik dan. Dit is een hard drive en een hard drive heeft een elektromotor. En er zit een soort vliegwielfunctie op, omdat die schijf die werkt als een. Die gaat lekker door, zeg maar. Dus als je dat aansluit. Er zitten zeg maar 4 puntjes onder die elektromotor en als je er 2 van de 4 pakt, maakt niet zoveel uit welke dan. Heb je dubstep of iets dergelijks. Ja? En een ander ding is dit instrument. Is een blokje met een metalen strip en ik had net dat stokje. Ja, hier. Ik ben nogal gefascineerd door lawaai, maar ook door geluid wat vrolijk en grappig is. En dat tref je vooral aan in tekenfilms. Looney Tunes, als Roadrunner wint en die andere stort in het ravijn. Dat zijn allemaal geluiden die ik heel graag wil. En dat is zo'n glijfluit is dat in feite. En daar heb ik een variant op bedacht. Ook gebaseerd op de lineaal om je leraar mee te irriteren als je die op de zijkant van je tafel deed en een brrr. Dus dat zal ik even laten horen. Dan kan je dan dit soort glijende tonen mee maken. Zo, dus dat is onderdeel in mijn live set normaal. ik heb vandaag een workshop die ik eigenlijk vandaag voor het eerst doen. Ik heb hem wel al met wat mensen thuis gedaan. Maar in november ontdekte ik dat je, als je plastic kolenflessen hebt, daar zit, en die zijn nog ongeopend, daar zit druk binnenin vanwege de bubbels. En die zet spanning op dat plastic. En dat geeft een hele fraaie toon. Het is in feite net als een drumvel wat aan alle kanten getrokken wordt. Omdat die trekkracht zeg maar overal zit, klinkt de drum mooi. Dus die spanning moet overal gelijk zijn. En die fles die heeft een mooie eigenschap dat die vloeistof die duwt die fles elke kant met dezelfde kracht op. En dat zorgt ervoor dat die fles als je op de buik slaat een hele fraaie klank geeft. En dan is er dit instrumentje. Dat is een contactmicrofoon. Deze is aangesloten geloof ik. Even kijken of die doet. Die staat aan. Yes, okay. Als je zo'n muziekkaart hebt waar je zo'n liedje mee hebt als je hem open doet, daar zit een speaker in. En een speaker en een microfoon zijn eigenlijk identiek aan elkaar. Dus als je in een speaker schreeuwt en dat zet je aan de versterker vast, dan hoor je jezelf terug via de versterker. Het is wel onhandig, want de microfoon is wat groot om in te schreeuwen. Maar dit is dus een speaker die in een muziekkaart zit en dat heet een piezo-disc. En dat is een hele primitieve kristalmicrofoon die eigenlijk ook in de kop van een plaatspeler zit bijvoorbeeld. De naald is verbonden met zo'n dingetje, een heel klein dingetje. Dus die kan je gewoon verbinden aan een draadje, die soldeer je erop met wat glue lime om het iets te fixeren. En die zet ik zeg maar op de versterker. Dit is gewoon een mixer, maar je kan hem rechtstreeks hierin plukken. En dan kan je tijdens de strop aan het plaat. Dat is ook niet zo. Nee, je hoort mij hard niet, maar soms kan je. Ja.
hem niet helemaal eruit. Maar je kan met wat filtering en je hart op links kan je je hartslag horen als je goed je best doet. Ja, goed, nou, dat was ook weer een leermoment. Goed, die plak je dus op die kolenfles en dat ben ik daar binnen aan het doen. Vandaar dat het allemaal zo'n scharen was vandaag. Ik doe straks nog meer van die workshops, dan kun je zo'n dingetje leren maken. Dus als je echt snel bent, kan je het in een kwartier doen. Maar ik wil graag vertellen hoe je moet solderen en je alle ins en outs geven om veilig te werken en goed te leren solderen. In plaats van dat je het zoals je het op school leert, waar ze het niet kunnen. En dan kan je dus dat ding gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld ook winkelkarretjes en dat soort. Of als je bijvoorbeeld een film maakt en je wil een schaatser door het bang maken dat het ijs breekt bijvoorbeeld. Dan kan je dat in een glas water gooien. En dan gooi je er een ijsblokje in en dan knapt dat ijsblokje. En dat geluid kan je opnemen en dat kan je onder die film zetten. Dat zijn die trucs zeg maar die je heel eenvoudig daarmee kan benaderen. Hij is niet waterproof hoor, maar je kan gewoon acrylverf kopen. Een latex schijnt ook te werken, maar heb ik zelf nog niet geprobeerd. Maar je doopt hem gewoon in acrylverf. En je hebt geloof ik ook plastic dip, dat soort rare lijmvormen heb je ook wel. Dus maar acrylverf werkt heel goed. En dan duw je hem in, een mooi kopje onder en dat laat je drogen. En dan kan je hem gewoon kan je kikkergeluiden gaan opnemen of iets dergelijks. Dat zijn de kolenflessen. En dan heb ik eigenlijk nog één ding. Er wordt even een truc, want ik heb geen soundcheck gedaan. Ik wil kijken of ik een heel klein stukje muziek kan maken. En dat doe ik met dit instrument. Dan moet ik deze hebben. Dit is een elektromotor die een soort helikopterarm heeft. Want ik wil dat geluid van een helikopter nabootsen en dat mislukte. En het klonk helemaal niet als een helikopter, maar het gaf een ander resultaat waar ik wel heel blij mee was. Waar ik ook blij mee was. Dus hij draait, er zit een magneet in de kop. En die schiet over deze. Hij schiet over die pick-ups heen. En een pick-up is een spoel, dat is een elektrische gitaarspoel. Normaal trilt de snaar en die wordt opgepakt door die spoel. En daardoor krijg je het versterkte geluid via een inductiespanning. En de magneet die er overheen zweeft, die geeft dus die puls. En als we hem nu aansluiten, moet ik even kijken waar dat vandaan komt. Dat zou deze moeten zijn. Natuurlijk geheid mis. Kijk of we er komen. Ja, ik hoor wel wat. Yes. Nou, dit zit een heel klein versterkertje, maar als je dus zo'n versterker hebt, dan klinkt het als een house beat. Ik denk dat je daar iets bij kan voor kan stellen. En vergeet nog een instrument, daar ga ik zo nog even op in. Ik heb hier een effectpedaal die kan deze toon herhalen, maar een toon hoger geven. En dan krijg je een soort van trappetje. Dus... Thank you.
Sloeg een klein stukje over. Die longstring die hier hing, vergat ik uit te leggen. Dat is een lange snaar. En dat ontdekte ik. Ik had vroeger een slinkyveer. Als je die op je oor zet, dan heb je een hele fraaie klank. En ik was in Amsterdam, ergens bij het Oost, denk ik, of zo, bij het Tropenmuseum in de buurt. En toen stond ik op de tram te wachten in januari. En toen was de kabels waren bevroren. En toen kon ik de tram van een kilometer afstand horen. En toen hoorde ik dus dit bijzondere geluid. Dit soort geluiden. En toen besefte ik dat dus de klank van die, weet je dat, slinkyveer, dat was niet die krul, maar dat was de lengte van die veer die voor dat fraaie geluid zorgt. En dat heb ik dus vertaald naar een instrument waarbij ik tegenwoordig schroef ik op de tafel. Ik begon met lijmklemmen, maar dit is praktischer. Gewoon met een paar draadjes zet ik hem zomaar vast. En dan kan ik het zeg maar versterken. Dit is een overstuurd versterker. Ja. En zeg maar, de galm die je hoort, die koek, komt doordat die snaar zeg maar zo heen en weer schiet. Omdat die zo lang is, wordt het een soort een echo. Dus dat is geen effectapparatuur. Dit was eigenlijk wat ik wilde vertellen. Ik denk dat de rest van mijn verhaal prima in de film zit. Dus bedankt voor jullie belangstelling. Dan wens ik jullie veel plezier met de film zometeen. En als jullie interesse hebben, dan kunnen jullie die workshop volgen. Ik geloof dat het €10 is, ik weet niet precies. Ja? Nou ja, dat is niet veel geld voor een instrument. Dus hopelijk zie ik jullie en anders veel plezier vandaag. Ja. Dankjewel.